Ik weet nog toen de lichters met katoen toekwamen. De balen katoen die aan de haak hingen, moest je met een zwier naar binnen gooien. De dokwerkers trokken die dan binnen met een duvelke. Dat gebeurde met een truc. geduwd wat op de rem, waardoor uw bal katoen wat achteruit ging, en sebiet erachter gaf je wat bij en hop, uw trok lag binnen, boven in een hangar. Bij mij lag het katoen binnen, maar lag ook het muurke omver. Dat kunt je nog altijd zien. Ze hebben een stuk opnieuw moeten opmetsen. Ik was meer een kraanman in nood. Ik heb een keer verf gelost bij Machtelink. Je moest dat met een zwierke doen op de Bracadère. Maar in plaats van dat mijn plateau in de hangar lag, vloog hij op de grond. Ik rappeleer mij zo'n warme zaterdagmiddag in de zomer. We hadden tien minuten, een kwartier, om een boterham te eten. Ik ging naar de overkant een glas bier drinken. Daarna moest ik de ene strop patatten naar de andere ophalen, tot ik ineens iets hoorde kraken. Ik had de bol te hoog opgehaald en die was in de polie gedraaid. Die was in die tijd nog van gietijzer gemaakt. Klets, er viel een stukje uit. Vijf minuten later viel gans dat spel naar beneden. Ik was een beetje mijn kluts kwijt en nam een andere kraan. Maar dat ging subit van poem, poem, poem. Ik dacht, allee, komt dat tegen? Nu nog een plat wiel erbij. Toen ik uit mijn kraan klom, zag ik al die schepen van wal gaan. Ik had per ongeluk al hun kabels waar ze mee aan de boulders vastlagen afgereden. Ik heb dan maar van een domme gebaard. Raoul Bourlier, die mij daarna moest aflossen, was zo'n beetje hetzelfde type als mij. Hij heeft het achteraf nogal mogen horen van die schippers. We zijn daar toegekomen in het jaar tobak. Niets hadden wij er. Toen ik op een dag een hamer wilde gebruiken van Achille, kreeg ik hem haast op mijn kop. Dat mocht niet, omdat hij schrik had dat die hamer anders niet meer naar zijn hand zou gestaan hebben. Niet te geloven, toch? Toen we het ijzer in de boten laden, dacht ik soms dat ze er onze lading bij aankomst nooit meer zouden uitkrijgen, dat ze er de hele boel zouden moeten uitbranden, hoe wij er bij momenten alles hebben ingevoefeld.